Geen vrienden. Gast, wil je dat je ook de hele tijd wordt bekeken of iemand aan je nek zit te hijgen? Oh nee, eigenlijk geen idee. Laat gewoon verder eten. Wat denk je van ik? Daar! Oh hey Sarah, wat doe je eigenlijk? Ik volg jullie de hele tijd, soort van. Sinds wanneer? Sinds dat jullie geboren zijn. Huh? Ja, wisten jullie dat niet? Ik was aan jullie gevolgd sinds dat jullie geboren waren. De hele tijd, voor altijd en voor eeuwig. Dus je weet hoe een kind uit een buik moet komen? Ik was op dezelfde uur en dezelfde jaar als jullie geboren. Hey, vandaag is het een beetje een onbelangrijke dag, vind je niet? Waarom volg je ons? Wow, jullie zijn gewoon best cool. De coolste jongens van heel de school. Vooral dan toen je met een draak ging vechten op school. Wat? Hij heeft het gedaan met een... Laat mij praten. Ik ben klaar. Oké, maar het is echt goed dat we dit allemaal goed kunnen bedoelen. Wat zou je doen als wij er niet waren? Waar ging je dan om? Met niemand. Ik heb geen vrienden. Dag! Maar zit met die cheerleaders dan? Die negeren me altijd. Ik ben gewoon alleen lang. Daarom mogen ze me. Wat? Dat is het. Ze is nu voorlopig weg en we kunnen gewoon verder gaan. En ik ga niet al van wat ik aan het doen ben. Meow. Meow. Huh? Hoi jongens. Waarom ben je niet thuis bij je ouders? Ik woon in jullie kasten. Wat? Maar hoe ben je ontstaan? In onze kast? Ik ben geboren met jullie jongens. Dus alles wat er gebeurt is ook dat ik erbij ben geweest. Maar alle momenten wat jullie hebben meegemaakt, iets ergs of iets slechts. Ik was er wel bij jongens. Maar wacht. Maar hoe zit het dan met... Ben je dan ook een waterstone? Want je bent toch een gelato? Ja, natuurlijk. Maar ik heb mezelf gewoon zo genoemd. En ik heb alle momenten van jullie gevolgd. Wacht, dus toen ik eerst... Toen pap en de rest van de familie heel de tijd een date van mij, dubbel date met Carrie en ik hebben verpest, was je erbij? Ja, yep. Ik zou maar een flashback doen. En ik was de man. Was dat nou Sarah? Wow, ik ben zo verliefd op je. En ook die ene keer bij de eerste dag dat we een baan hadden? Dat klopt! Ik ben al jaloers op jullie. Hey Joe! Hey! Ik en zij hebben verkering. Met wie heb je verkering? Daar! Ik weet niet eens met wie die verkering heeft. Wauw, Sarah, dus je bent er de hele tijd bij geweest zonder dat wij het door hadden? Waar heb je dat gewoon verteld? Ik heb het jullie verteld, maar jullie liepen steeds weg. Dus volgde ik jullie gewoon heel de tijd. Oh ja, dat is wel duidelijk. Heb je avontuurtjes beleefd? Nou, ja, maar ik vind het zo ongelooflijk. We zijn precies beste vrienden. En ik weet ook nog toen jullie een pizza versie hadden gemaakt en ik was daarbij. Oh, zeg het alsjeblieft niet tegen mijn moeder, anders vermoord ze me. Natuurlijk niet, zolang we maar beste vrienden blijven. Nou goed dan, misschien moet je, nou maar goed dan, maar is er ook een momentje eigenlijk... Oeh, stripboeken! Is er ook een momentje dat ze er niet bij was? Nee, elk moment, misschien zelfs nu. Maar kom, we gaan nu een ijsje eten. Lekker, een ijsje hou ik van. Hé! Hey, huh? Dat is mijn zwaard. Weet je wat? Sorry dat ik dit zeg, maar we zijn geen vrienden meer. For real? Wacht, hoe bedoel je daarmee? Ga je ons niet meer volgen? Ik ontvriend jullie. Nou, tenminste volgen ze niet meer ons. Ja, nu heb je een privé. Waarvoor heb ik schuldgevoel? Ik geloof dat we toch... Sarah was nummer 3! Al die tijden! Waar heb jij het nou nu over? Weet je, onze hart is verbonden met elkaar? Ja. Misschien is het ook verbonden met Sarah! Sarah, ze is een klaar! Oké. Ik zag dat we terug vrienden worden met Sarah. Want ik wil alleen geen rugpijpen van het schuldgevoel. Ja, kom mee! En toen heb ik make-up en lotion samen. Oh, hey meiden! Dat zijn er wel wat, hè? Ja, het zijn
vooral heel veel lekkere stukken. Nou, als wie gaat eerst zijn broek uitdoen en in het kastje zitten? Gumbo, waar heb je het nou over? Dit is een privégesprek. Nou, wie heeft eigenlijk gezegd dat jij dat er een jongen bij moest? Weet je, ik mag er hier wel komen, want ik ben ook aan het cheerleaden. Cheerleader? Maar ze toch voor meisjes? Ik moet naar mijn ouders gaan. Meiden, dag meiden. Sarah, wacht! Zijn die hier alleen maar voor Sarah? Je kunt hem best wel met rust laten. Hé meiden, ik... Gumbo, je zou me vanavond toch bellen? Ja, natuurlijk. Wanneer hebben jullie relatieproblemen? Ja. Wauw, mooi. Er is een band dat je moet kijken. Kom op, kijk maar. Oh, ik moet eigenlijk gaan van mijn ouders. Oh nee, even blijven. Even kort. Niet te lang baten blijven, jongens. Oké, even kort. Maar even kort. Snel gaat dat zijn. Wat? Een hele lange tijd. Kijk jullie ver. Koesten jullie samen. Of onder jullie bebeurt. Ze willen samen. Er ben er altijd. Waar je ook gaat. Ik ben raak in je kleren en ik raak aan je zweet. Stap op geluid. Stap in je kast en zonder geluid. Dan komt dan de dag. Dan ben ik jullie vrouw. Nu niet meer, jongens. Wat? Kom op! Kom op, jongens. Jullie zitten hier nu voor. Oké, weet je wat? We doen dit. Hey, Gumbo, je hebt al een vriendinnetje. Waarom wil je nog steeds met mij omgaan? Kom op, je hebt ook een leuk vriendin. Weet je wat we doen? Stop, jongens. Dit gaat niet werken. Waarom? Alleen als ik het verkeerd heb met Darwin. Met mij? Ja, kom op, gast. Ik heb al een vriendinnetje. Het zou wel goed zijn als je met Sarah zou zijn. Dan wil ik ooit een dubbel date met jou. En jouw vriendinnetje. Wil je een dubbel date? Denk je dat het zo gaat goed maken? Ik denk het wel. Wauw, ongelooflijk dat jullie verkering hadden. Ik had het nooit kunnen weten. Ja, het is echt te gek als we allemaal met onze viertjes zijn. Is het niet waar, Gumball? Oh, ja. Het is gewoon een saaie date. Gumball! Oké, ik vergeef het jullie toch niet omdat ze wegrent. Ik ga... Wat? Nee, wacht! Ik kom Darwin niet is van. Uit! Maar ik wil... Ik weet het. Het maakt je pijn aan je hart. Nou, stel waar ben ik bejaard gemaakt. Wordt het dan gelachen? Hey, dat mag je niet zeggen. Dat is niet grappig. Dromedaris. Ja, dat is niet grappig. Dus gaat het niet om Sarah? Oh ja, Sarah! Bedankt, directeur Brown. Ik zou er aan graag denken. Nou, het is niet erg, Sarah. Tijd voor de stripboekenbeurs te gaan. En dan is alles vast fijn. En dan Dus je gaat ook naar de stripboekenbeurs. Wij gingen daar ook in. Ja, dat is goed, hè? Niet waar. Jullie weten niet eens wat de stripboekenbeurs zelfs is. Jawel, we weten dat allemaal. Welke dag gaat het nou niet kennen? Oké, wat is de stripboekenbeurs, jongens? Dat is net zo'n stripwinkel, net zo'n bibliotheek waar je strip kunt lezen. Gumball weet, jij weet het toch? Helemaal niet, ik doe het gewoon alleen zodat ik geen schuldgevoel aan mijn rug krijg. Sarah, laten alle drie daar naartoe gaan. Ik wil nergens met jullie naartoe meer gaan, jongens. Het is voorbij, jullie moeten gewoon, het is gewoon volwassenheid. Je weet wel, pubers willen niet met jullie graag omgaan, jongens. Ik wil gewoon nu alleen zijn. En als ik alleen wil zijn, dan moet ik jullie het ook gewoon accepteren. Ja, want als jullie niet dat gaan doen... Kom op, Sarah, je bent 2 meter. Zelfs in één keer ga je een jongen willen met jou daten, omdat je zo lelijk bent. Omdat je wat 2 meter groot bent. De enige wat ik zie, ben je gewoon een gesmolten ijzer die je eigenlijk echt bent. Darwin, ben je aan het lachen? Nee. Helemaal niet. Ik ben aan het lachen. Weet je, misschien is het beter dat we geen vrienden zijn. Dat is denk ik het beste voor iedereen. Ik geloof dat ze gelijk heeft. Ze moet alleen zijn. Laten we naar huis gaan. Schuldgevoel. Wij gaan naar de dokter. Nee, we gaan Sarah helpen. Oh, dus je bent bang van de dokter? Dromedaris. Dat deed pijn. Heel dat is pech veel. Voor je. Nee. Kom hier, dromedaris. Even zwijnen. Bolle. Meneer Klee, heb je Sarah gezien? Ja, ze ging links. En daarom vind ik het belangrijk met een vriend te praten. Oh, en vrienden maak je blij. Ik zal er voor altijd zijn. Ik zie dat je gekookt.
my god, wat is dat? Schildgraven! Het ziet er smerig uit. Red het barrière rif. Monsieur, ik ben er klaar gezien. Zij is daar! Sarah, please, vergeef het ons. Jongens, we moeten gewoon laten. Ben je boos omdat je ouder bent geworden? Nee, jullie moeten gewoon laten. Als ik jullie niet meer wil volgen, dan moet ik dat toch niet meer doen? Of ben jij alleen boos? Stel je toch wat jullie wilden of niet? Huh? Dat is eigenlijk waar. We wouden eigenlijk die toch gumballs niet waar eigenlijk. Sarah, maar je bent onze hoop. Je geeft ons wat we willen. En daarom ben jij perfect. Jullie waren toch blij? Ja, we willen toch dat je ons vriend blijft. Dat wil ik de hele tijd horen. Ja, dan is de show afgelopen. Doe, 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 doe. Zo, wie heb je het? Verliefd. Tobias, zit niet te slapen. Vera, blijf liggen. Jump, jump, jump. Bobbers! Hoi, Bobbers! Hé, jongens, ik wil eigenlijk iets weten. Wat is er, Bobbers? Ik wil eigenlijk iets privé tussen jullie twee. Laten we naar het mannenwc gaan. Als er niemand daar tenminste is, ga gewoon. Jongens, ik heb het uitgemaakt met die stenen oude stofzuiger. Dus ik ben nu verliefd op iemand anders. Ah, je weet nog wat liefde is. De laatste keer was het zo moeilijk. Niet zingen. Ik wist het al, maar ik wil wel weten als Dominica dat ook weet. Wauw, dat klinkt echt aardig. Maar wat is er eigenlijk echt aan de hand? Wat is er met je liefde? Ik voel me gewoon zo alleen. Ik heb echt haar nodig. En jullie hebben verkering, dus ik dacht eigenlijk... Daarom heeft geen verkering, alleen ik. Nou, dan heb ik jouw hulp nodig. Kun jij me helpen? Haha, je moet Gumbo Watterson gewoon zeggen. Wat? Helemaal niet. Gumbo Watterson verprutst alles. Nou, misschien niet. Wees gewoon jezelf. Nou, wie is het meisje? Oh, dat willen jullie liever niet weten. En eigenlijk kun je niet jezelf zijn. Want ze weet eigenlijk niet hoe je echt bent. Maakt echt niet uit. Alles komt goed, joh. Ga gewoon uitvragen. Oké, maar we gaan wel een paar trainingen doen. Kun je alsjeblieft ons aankondigen? Danger Force, kom! Ja, we komen klaar! Oké, gaan jullie me nog helpen of gaan jullie gewoon niks zitten doen? Hallo, we zijn nog een transformatie door je doen. Als jij even verpest, dan gaan we dat niet meer doen. Oh. Doe maar verder. Oké, Bobert, wat is er nou geen liefde tussen mam en pa? Hij is veel te dik en zij is veel te streng. Bobert, dat moet je niet zeggen. Wat zou je vriendin zelf van je denken? Misschien moeten we je taalgebruik leren. Ze zou van me houden als ik zo taalgebruik zeg. Maar... Maar we kunnen wat een beetje liefde misschien nog instoppen. Ik dacht toen we elkaar hadden ontmoet. Liefje, wacht even. Ja, soms hebben ze ruzie, dat hoort bij een verkeer. Een nieuwe e-mail! Misschien is het van Penny. Ik ben... Het betekent niet dat jij en Penny verkeerd hebben, dat je alleen maar aan haar moet denken. Ja, hallo. Ik heb wel een vriendinnetje, ja. Ja, maar ik heb ook een vriendinnetje, hoor. Oh, wie dan? Het is Masami. Oh, ja. Nou. Wacht, het was toch geen Masami? Door, schaam je. Hoe bedoel je? Schaam je niet. Nee. Het is Masami. Ik ging dat toch niet zeggen? Oké. Dan gaan we zien hoe sterk je bent. Wacht, je bent sterk. Dus je kan iemand beschermen als iemand zegt... Hey, tjah, wat ga je doen? Ik ga je vrouw haar held jatten. Oh, nee, ze is heel sterk. Degene ik ook lief van mijn leven. Ja, maar een man moet ook beschermen, niet alleen de vrouw. Oh, geef me de held. Zodat je vrouw... Wacht, Bob, je hoeft niet echt... Zorg, gaan we verder wat er hierna moet gebeuren. Darren? Ja? Bel maar 112 voor de ambulance. Oké.
Wat doen wij hier? Ja, je moet ook leren wat eten, Bober. En jij ziet die gatje daar aan. Daar kun je lekker happen. Maar ze ook dat doen. Maar ja, houd ze van happen. Wat doe je? Opgegeten. Hey, ik vind dat niet echt. Dat is een zusje. Nou, zijn jullie hadden eerder moeten zeggen. Babel zusje. Waarom klink je als Jamie of Tina of een ander pep? Wacht eens even. Je wilt toch niet zeggen dat je een oogje hebt toch op Tina? Tuurlijk wel. Zij is de liefdes van mijn leven. Ze is de ware liefde. Wat? Bovendien, ik denk dat je nu bij het verkeerde weer uit bed bent gekomen. Ik denk dat ik je heel goed ga zien. Nee, ik. Man, die gasten weet ook niet wat hij mee bezig is. Tina! Misschien is Tina een leuk meisje, maar ze is gewoon boos. Oké, we gaan bespioneren dan. En dan ga jij bewijzen of Tina echt een lief meisje is of een goede meid. En wie verliest gaat meneer pap zijn onderbroek eten. Ja, die neem ik aan. Met waar scheet erop zit. Ja! Weer een plezier met je wetenschap. Oké, we kunnen eigenlijk beginnen. Volgens mij zie ik dat ze stout nog is, Darwin. Maar waar banaansplit? Een lekkere hap voor banaansplit? Alsjeblieft, eet dus nou niet aan. Dat is leerlingen opeten, man. Kom op, uiteindelijk komen ze weer terug. Kijk, daar is Bobert. Hey, lekker ding. Ik zou heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Wat wil je? Ik hou van je. Open en ik meen het. Ja, dat heeft nooit iemand tegen me gezegd. Stel, je moet ze weglopen. Mijn vader is hier. Maar je vader is toch niet vast niet zo gevaarlijk? Ik bedoel, ik kan die misschien op wel ontmoeten, of niet? Hij is zo zeker niet te praten. Waarom niet? Hij is het gevaarlijkste en de engste. Er is één iemand die het heeft overleefd. Het was in de jaren 90. En zijn naam was Buckley Watterson. Het enige die het heeft overleefd. Wie is nou Buckley Watterson? Geen idee. Het moet vast een of van die dikke zijn. Het enige die het heeft overleefd. Maar jij kan het niet overleven. Ik ben een robot. Oké, laten we samen op een date gaan. Vier, je adem stinkt. Wat zei je tegen me? Je adem stinkt. Mijn adem stinkt helemaal niet. Raak je adem. Oh. Je hebt gelijk. Ik moet wat iets opzetten in mijn mond. Een peperbitje zou je gaan goed doen. Zo. Kom, we kunnen gaan. Ik heb gelijk, dus jij zou die... Dat mag niet dik moeten noemen. Het is uit. En wie gaat er straks onderbroek van wat pap eten? Misschien is het lekker. Er zat nog wel scheet. En ik heb gezegd dat hij moest er poepen en er zit nog poep op. Oké, ik ga eten. Wacht, wij moeten eerst als wit Bobert. Hey Bobert, wat is er, baatje? Ik ben op iemand anders verliefd. Ze is teruggekomen. Mijn oude liefdes van mijn leven. Kom terug bij me. Een stofzuiger? Nou, ze heeft echt meer dan. Maar tenminste heeft het een goede einde. Ze dumpt me. Waarom? Omdat ik met een andere meisje ging. En dat vond hij niet oké. En dat vind ik heel jammer dat het zo moest me overkomen. Ik wil het niet doen. Ik meen het. Hey Bobert! Zou jij deze onderbroek willen eten? Nee, niet echt. Ik heb niet echt honger. Sorry, Darwin. Wil jij het doen, Campbell? Ja, dus jouw weddenschap. Jij hebt verloren. Oké, ik heb het opgegeten. Eeuw, gas, je adem stinkt. Dat is een superkracht. Gumball, ik was hier helemaal tijd niet bij. Nee, ik heb gescand. Hij stinkt. Man, het maakt niet uit. Ik ga gewoon doen wat ik al lang had moeten doen, ja?
Oké, weet je, je bakt er niks van, Gumball. Maar ik zal eens kijken hoe ik dit ga oplossen als ik ooit de dokter zou zijn. Er is een politie, dus ik ga gewoon weglopen. Dat zijn de ambulance, neem me mee naar het ziekenhuis.